Een goedemorgen, middag, avond, wanneer u deze video ook kijkt. Sonderpreis Baumarkt hatte auch einen Feuerwerk-Prospekt mit einer schönen Produkte. Und in deze video gaan wij lekker in het Nederlands de folder door om te kijken of er een aantal leuke producten tussen zitten. En of er een aantal dingen zijn die je voor het geld beter kan laten liggen. Antwoord op beide is ja. Er zijn een aantal hele mooie producten hier bij Sonderprijs. En ook een aantal waarvan ik denk waar ik mijn twijfels bij heb. We gaan gewoon beginnen op pagina nummertje 1. Daar hebben wij de all-inclusive, €32,95. Trouwens, bij elk product staat er dat het afgeprijsd is. Daar hebben ze afgekeken vanuit Nederland, want dat is het gewoon niet. Dat is gewoon puur als lokkertje van, hey, kijk, bij ons is het goedkoper, terwijl het, ja, sommige dingen duurder zijn dan bij andere winkels. Maar goed, daar kom ik straks nog op terug. De all-inclusive 120. Bij sommige winkels wordt die inderdaad voor €40 verkocht. Maar bij sommige ook weer voor 30. Hier is die €33. En ik blijf het zeggen in elke video waarin dat ik dit product tegen ben gekomen. Het is een cake die begint met een fontein. En dan een aantal boeketten in de lucht. Ik vind hem helemaal niet zo bijzonder. En als je een cake wil met een fontein en daarna boeketten in de lucht, kan je beter gewoon de blow-out kopen bij de Aldi, want die is gewoon €20. De Hammer Boy is een 75 shots compound blokje van Leslie Vuurwerk, €35. Ongeveer dezelfde grootte qua effecten als de All Inclusive. Niet super bijzonder dus, wel heeft hij behoorlijk veel kleur. Om nou te zeggen, echt een topper, dat niet zozeer. De chainsaw box die eronder staat, €70, dat is wel echt een prima compound. Heeft hele mooie waaier effecten als finale. En ook de boeketten waarmee dat die begint is ook eigenlijk hartstikke mooi. Alleen €70 is wel iets aan de dure kant. Wetende dat bijvoorbeeld de Street Fighter, nagenoeg zelfde compound, €50 is bij andere winkels. Maar goed, de chainsaw box wordt ook bij andere winkels voor rond de €70 verkocht. Dat dan weer wel. De waaiercake finale zijn trouwens 30 mm schoten. Op pagina nummertje 2, €18,88. Hel op aarde, 36 schoten. Best mooie effecten nog. Het is geen slechte cake, maar om nou te zeggen een hele goede cake, dat ook niet. De Deluxe Selection pijlenpakket is van €30 naar €35 gegaan. Ja, er staat wel dat hij €40 eerst was en dat hij naar andere jaren was hij gewoon €30. Is een groot pijlenpakket met pijlen die niet super bijzonder zijn en heel wat klein spul erin. Jammer helaas dat het niet mag in Nederland. Dan hebben we echt een topper, maar dan ook echt een topper. Fallas With A Bite. Bij de Center Shop wordt die ook verkocht. Alleen bij de Center Shop is hij een tientje duurder. Dus als je hem wil halen, kan je beter kijken of je een Sonderprijs Baumarkt bij jou in de buurt hebt. Want het is echt een geweldige compound. Ja, het is 20 mm, maar hij heeft 3 traps fluiter in het begin. Een mega tempo, heel erg veel kleur, diverse effecten. Ja, echt een rambak en zeker die €60 echt dubbel dwars dik waard. De Super Shooter. Voor €11,11 is een prima budgetpotje voor de kleine beurs. En de finale is 7 schoten tegelijk de lucht in. Dan hebben wij nog de Next Level. Een pakketje met 5 potjes voor €30. Niet uit elk potje komen siereffecten met een knal. En ja, €30 is in zijn totaliteit eigenlijk gewoon heel erg duur voor wat je krijgt. De Mars Attack. Voor €6 is daarentegen wel weer een prima budgetpotje. En dan hebben we nog een topper op deze pagina. De Greater Lion Display Box. €90 is in feite dezelfde als de President Pyro die bij alle andere winkels voor €100 verkocht wordt. En hier voor €90. Het is gewoon een hele mooie compound. Gewoon een van de populairste, maar ook een van de beste compounds die Leslie Vuurwerk in zijn assortiment heeft. Pagina nummertje 3. Daar hebben we ook weer een aantal producten. We beginnen met de Steam, 25 schoten. Er zitten een aantal hele mooie schoten tussen, alleen hij wordt wel afgewisseld met een aantal hele kleine. Wel een eurotje goedkoper geworden dan vorig jaar, dat dan weer wel. De Nightliner, €8,88, is voor het geld een prima budgetcakeje. De Angry Oryx. Hele mooie 30 mm cake, maar wel opvallend dat van alle winkels in Duitsland die deze cake verkoopt, dat die hier het duurst is. Want bij de Post & Beurzen is hij €20, bij de Center Shop is hij €25 en hier is hij €27. Dan hebben we voor €17 nog een pakket met 20 Thunder Kings.
En daaronder hebben wij ja, categorie 1 vuurwerk, wat eigenlijk gewoon duurder is dan wat bij ons in Nederland is. En op pagina nummertje 4, de laatste pagina alweer. Het is niet een super groot foldertje. We hebben de Firebird nog voor €1,69. De gemiddelde prijs is €2 voor twee van die zonnevogels in Duitsland. Ja, het zijn van die mega bijtjes die de lucht in komen. Niet dat er in de lucht nog een extra effectje uitkomt. Dus het zijn wel redelijk simpele bijtjes die de lucht in gaan. De Flash Dance voor €7 is best een leuk fonteinenpakketje met 8 fonteintjes erin. De Night Battle voor €6 is een prima budgetcakeje. En dan hebben we nog de Lost in Space. €5 duurder dan bij de Kaufland. Bij de Kaufland heeft hij dan wel een andere naam. Maar het is hetzelfde potje als wat daar verkocht wordt. En hier €5 duurder. Het is een hele simpele compound met fluiters, gouden tails en dan een paar boeketten als finale. €20 vind ik hem al niet waard. €15 is dan nog wel de moeite waard om hem mee te nemen. En als je hem dan mee wil nemen, kan je dus beter naar de Kaufland gaan om hem daar te kopen. Want bij de Kaufland heet hij de Triple Action. En ook hier beneden sluiten we af met nog wat categorie 1 vuurwerk. En ja, ook dat is duurder dan wat het bij ons gemiddeld is. In Nederland, wat dat betreft, zijn de prijzen qua categorie 1 vuurwerk in Nederland behoorlijk gedaald. En dan heb ik het over de Lidl, de Aldi en de Action bijvoorbeeld. Kijk, als je naar de Intratuin gaat, daar heb je een fantastische pakket waar niks uitkomt voor €40. Koop daar nooit je categorie 1 vuurwerk. Maar goed, de supermarkten in Nederland en de Action die hebben best wel een mooi aanbod aan categorie 1 vuurwerk nog. Dus wat dat betreft hoef je het niet per se hier in Duitsland te kopen. Ja, zoals ik zei, kleine folder. Wel een aantal hele mooie aanraders. De Greater Lion is een aanrader. De Fallas with the Bite is zeker een aanrader. Goedkoper dan bij andere winkels. En ja, die twee cakes zijn gewoon echt hele goede 12 uur stoppers. En ja, de kleine potjes die ze in het assortiment hebben zijn op zich ook wel grappig. Maar goed, elke winkel heeft wel een stuk of 5 à 10 potjes onder de €10 die wel leuk zijn. En zeker onder de €10 lijken de effecten ook eigenlijk allemaal een beetje nagenoeg op elkaar. Ook qua grootte en dat soort dingen. De een heeft dan wat afwisseling met wat tails erbij, de ander wat crackling, de ander wat palmen. Maar goed, het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Goed, dat was dus de folder zonder prijs bouwmarkt. Zoals ik zei, 2 hele mooie toppers, een aantal prima budgetcakejes. Dus ik zeg zeker de moeite waard om een bezoekje te brengen als je een filiaal bij jou in de buurt hebt. Op dit kanaal komt tot en met 28 december elke dag een video online. Ben jij benieuwd welke video's dat zijn? Abonneer je dan op dit kanaal om niks te missen. Dan wil ik jullie hartelijk danken voor het kijken naar deze video en hopelijk tot een volgende keer.